op welke manier begint je nu eigenlijk al zo'n expeditie? Het belangrijkste van alles, denk ik, eerst een goed team samen ben. En dan plannen we een datum en een locatie dat we willen vertrekken. Dat is toch zeker een jaar voordat de expeditie begint. En dan is het team ter locatie brengen en eraan te beginnen. Ik zou altijd naar de camera kijken of naar rondkijken ook. Well, we zijn dus hier ter plaatse met een team van 10 man, waarbij dat we eigenlijk de eerste dagen allemaal verspreid de regio gaan uitkomen en op zicht gaan kijken waar dat er evenveel potentiële keien liggen. En dan hebben we sinds deze expeditie een hele grote luxe erbij, dat is de drone. Dan gaan we eigenlijk proberen over de keien te vliegen. Vooral zien als het een moeite is en wat dat er allemaal in zit. Voordat je de keien gaat gaan openen, gaan we eigenlijk eerst met een wandelteam de keien gaan wandelen. Iemand door te nemen is weer met Chaka. Naar buiten draagt, 3 slesjes kunnen aandraaien. Oeh. Had er niet op de sneeuw gerekend. Nee, zeker niet met een t-shirt. En een ijsbeer zit hier nog eens in een t-shirt. Dus Sean was ons gevolgd in de keien tot onder een derde rappel. En kijk eens wie hier beneden is. Sean, hé, kom eens hier. Zotte mountain dog. Ja, zou het koud zijn vandaag? Denk het wel. Hoe zag de ochtend er reeds uit tot nu toe? Ik heb vooral de binnenkant van mijn ogen gezien. Het is een beetje slap te doen. Hier is prooi, hè.
een woord hebben met mij. Die is vanochtend de eerste keer deuren gesloten. Ik was content. Lekker een breakfast. Petrol voor de bed op te kunnen. Santé. Allee, gasten, zeg eens. Wacht even, eerst even filmen. We zijn nu op 3600 meter, hierboven ligt nog een heel schoon stuk canyon. Waarom doen we dat niet, Jasper? Geen idee. Ik denk dat we goed aan gaan, want er is een padje aan de overkant. Dat hadden we nog niet gezien. We hadden de Sup-Sup al gezien. Pad nog niet, dat is er. Dus de Sup-Sup kan er eventueel wel bij. Oké, okay, we gaan even naar Koen. Koen, wat was ons beloofd vandaag? 220 minuten vlak. En wat is er ondertussen aan het doen? Ja, ik heb getrekt van een auto. Een half uur. Voilà. Hoogtemeters, 200 hoogtemeters al. Dat is niet echt plakker, lijkt mij. Oké. Okay. Dat is echt blauw. Wel de grote smurfjes. Ja, hey, hey, hey. Dat is echt zo. Hoe accident had of wat? Allee, jong. Met een t-shirt. Heb je taekwondo gedaan of zo, dat je lichaam kapot hebt geschopt? Allee, de hulken? Nee. De hulken? Nee, die is groen. Zoals toen reist, blijft op smurf. Blijft op smurf, ja.